De Volkskredietbank, VCB, biedt vanaf vandaag haar pandhuisdiensten aan aan de gemeenschap van Kwata en omgeving. Dit gebeurt in het pand van de voormalige landbouwbank, nu VCB. De twee overheidsbanken zijn onlangs gefuseerd tot één bankinstelling. Met het aanbieden van de pandhuisdiensten wordt ingespeeld op een zekere behoefte, zegt pandhuiscoördinator Vincent Gordon. Jaren geleden is de bank ertoe overgegaan om het panden van met name gouden sieraden in de legale sfeer te brengen. De reden voor het aanbieden van pandhuisdiensten was om een eind te maken aan de toen welig tierende woekerpraktijken op dat gebied, zegt Gordon. Vandaag, na bijkans 67 jaar, heeft de afdeling pandhuis van de VCB haar nut bewezen in de gemeenschap, zegt de pandhuiscoördinator. Nu de fusering van de VCB en de landbouwbank een feit is, zullen de pandhuisdiensten landelijk beschikbaar worden gesteld. Met hun komen wij en de Friendship en Coroni ook pandhuisdiensten te kunnen aanbieden aan de mensen die dat behoeven. Het is goed om aan te geven dat de VCB-bank de enige instelling in Suriname is die het bedrijf van bank van lening, oftewel pandhuis, uitoefent conform de wettelijke regels zoals vastgelegd in de pandhuiswet. Er zijn anderen die zichzelf voor pandhuis uitgeven en gedragen, maar de wettelijke regels niet in acht nemen. Ik wil dit met een voorbeeld staven. De pandhouder dus mag zich in geen geval zich het pand toe-eigenen als de pandgever, de klant dus, zich niet aan zijn aflossingsverplichtingen houdt. In dat geval moet de pandhouder het pand in het openbaar op de veiling dus verkopen om de schuld te verrekenen. Ik zal niet dieper ingaan op deze materie, maar constateer wel een zekere mate van wildgroei en is ordening in deze hard nodig. Vincent Gordon, pandhuiscoördinator van de Volkskredietbank. De VCB biedt vanaf vandaag in haar filiaal te Kwata pandhuisdiensten aan.